Ja, Regie Blinker, je kan weer ouderwets vlammen in de Kuip met de Legioen Cup. Kijk je er naar uit? Ja, ik kijk er naar uit. Waren het niet dat ik wel een lichte blessure heb. Ik heb last van mijn knie. Maar ja, ik liet deze kans niet voorbij gaan om weer eens in de Kuip te gaan spelen. En dat blijft toch bijzonder. Vanmorgen toen ik wakker werd, toch een gevoel van hey, ik ga naar de Kuip. En ja, dus we gaan er vanmiddag van genieten. Doe je het nog vaak, voetballen? En ook zo nu dan met Oud-Feyenoord? Ja, zo nu dan met Oud-Feyenoord zeker. Ook met ex-internationals af en toe. Alleen ik heb eigenlijk langdurig aan mijn knie een beetje last. Maar tot vorig, niet afgelopen seizoen, maar het seizoen daarvoor speelde ik eigenlijk wekelijks competitie. En ja, dat vond ik hartstikke lekker. En, maar de slijtage zit er nu op. Ik heb natuurlijk ook veel gegeven in mijn carrière. Dit is een zomer waarin je vaak naar een EK of naar een WK kan toeleven. Ga jij wel kijken naar het Europees kampioenschap? Ja, waarschijnlijk wel. Vanuit mijn bedrijf, Life After Football, gaan we wel daar naartoe. Maar wellicht zal ik een paar keer meegaan. Niet zozeer om echt de wedstrijd te bekijken, maar wij willen graag alles wat daaromheen gebeurt, willen we belichten. Dus dan praat je over de supporters, de voetbalcultuur. En het gevoel wat zo'n event met zich meebrengt, dat willen we graag brengen. Want we weten dat het voetbal wordt toch al heel veel gebracht door andere media. We hebben het er al heel vaak over gehad waar het is misgegaan met het Nederlands elftal, waarom we niet gaan. Heb je wel het idee in de richting van de WK-kwalificatie dat ja, Nederland toch weer in ieder geval weer, misschien weer op de kaart staat nu er relatief goed gepresteerd is in die voorbije weken tegen Polen en tegen Oostenrijk? Ja, nou ja, goed op de kaart vind ik nog een beetje voorbarig. Ik vind dat het Nederlands elftal lijkt nog wel een beetje zoekende. En ik vind het nog niet heel goed eruit zien. Alleen, ja, ze hebben wel inderdaad ze hebben hun resultaat gehaald. En het spel in de laatste wedstrijd was al een stuk beter. En ja, nu is het afwachten. Maar het is ook een jonge groep. Ik denk dat Blind heel goed kan bouwen met deze jonge groep naar een WK toe. Waar de jongens weer meer ervaring zullen krijgen en hopelijk zullen kwalificeren. Moeten we echt definitief afscheid gaan nemen van de Snijders, de Van Persies en eventueel Robben? Hangt er vanaf. Ik vind dat zij moeten dat zelf aangeven in de zin van hun prestaties en hun wil om nog voor Nederland te spelen. Maar ik denk dat dat voor ieder individu verschillend is. Dan even naar Feyenoord. Afgelopen jaar de beker gewonnen. Nou, Feyenoord toch eindelijk weer in prijs. Hoe heb jij toch dat jaar en die bekerwinst beleefd? Ja, ik heb het jaar deels heel goed beleefd en deels natuurlijk tegenvallend met de reeks van slechte resultaten. Maar Giovanni zo in zijn eerste jaar en de aankopen die zijn gedaan in de breedte vond ik heel goed. En nu, na het winnen van de beker, heb ik voor volgend seizoen wel weer goede hoop. Als er goed gericht wordt ingekocht en toch kwalitatief nog wat meer naar de Kuip komt, dan kan je wellicht weer mee gaan doen in bovenste drie. Maar dat moet allemaal eerst nog gebeuren. Ja, dan circuleert de naam van Bas Dost als spits. Zou je dat een goede vinden? Ja, absoluut. Dat zou ik een hele goede vinden. En een jongen die hier in de Kuip zou passen, denk ik, met zijn speelstijl, met de goals die hij maakt en voor de verdedigers hier in Nederland een plaag zou kunnen zijn. Dus ik vind het wel een goeie. Dan is hij wel afhankelijk van een Taument aan de ene kant en een Blinker aan de andere kant. Kortom, mensen met een actie met een goede voorzet. Hey, Feyenoord die? Ja, ik vind aan de linkerkant zeker. Ik vind dat Eljero Elia wel heeft laten zien dat hij iets in zijn mars heeft. En natuurlijk voor een buitenspeler, als je acties maakt, dan mislukken de drie. Het gaat om die vierde die je dan weer maakt. En aan de rechterkant vind ik het wat moeilijker voor de spelers daar. Maar Eljero aan de linkerkant zeker. Misschien op rechts als Bilal zich nog beter ontwikkelt. Vind ik niet dat hij een heel sterk seizoen heeft gedraaid. Kan zich nog ontwikkelen, is jong, vind ik echt potentie hebben. Dan zou het heel goed kunnen. De rust lijkt wel weer een beetje teruggekeerd. Hè? Want met name voor die bekerfinale gonzen de geruchten dat Van Geel weg zou moeten eventueel gudden. Nu lijkt die rust teruggekeerd. Is dat een belangrijke zaak dat die twee blijven? Wat mij betreft wel. Want ik vind dat dit wel de mensen zijn die Feyenoord uit een hele moeilijke periode hebben gehaald, financieel. Sportief, waar het steeds beter ging. En geef die mensen dan ook de kans om verder te bouwen. Er is altijd een beetje commotie om Feyenoord heen. Ik vind het wel sterk dat ze
dat de rust bewaard wordt, ook van binnenuit. Waar ik het in alle jaren dat ik bij Feyenoord betrokken ben wel anders heb meegemaakt. Dat er juist heel veel naar buiten kwam. En laat de dingen intern opgelost worden. En dan afwachten wat de mensen met kennis daar kunnen doen. Je bent lekker bezig met live after voetbal. Mis je het niet wel eens om als trainer aan de slag te gaan? Heel veel van je collega's, onder andere Giovanni van Bronckhorst met wie je gespeeld hebt, doen dat wel. Mis je dat niet? Nee, eerlijk gezegd niet. Het heeft mij van jonge leeftijd nooit getrokken om trainer te worden. Ik heb veel trainers gehad. Ik heb ze ook heel snel oud zien worden. en die stress hoefde ik er niet bij. Daarnaast vind ik het wel heel leuk om met kinderen te werken. Om met jonge kinderen clinics te geven en dat soort dingen. Dat doe ik wel. Maar om daar dagelijks mee bezig te zijn niet. Dan heb ik met live te voetbal gevonden wat ik echt leuk vind.